Mijn beste vrienden Paramaribo groet u alweer. We blijven u groeten, man, omdat we van u houden. Dat is dat ding. Dus wanneer we van u houden, toch, dan willen we u steeds die brassen geven. Toch? Mooi, Jereno. U hebt dat woord reshuffelen gehoord, toch? Dus ik reshuffel, jij reshuffel, wij gaan reshuffelen. Zij hebben gereshuffeld, zij zouden hebben gereshuffeld. Man, in dat hele jugu-jugu ding van reshuffelen van president Chandrika Prasad Santokhi, heeft de ABOP, met name de vicepresident, gezegd van ik ben niet voor reshuffelen, niet op dit ogenblik. Ik schrok, want sinds wanneer bepaalt de vicepresident of ik ga reshuffelen of niet? Reshuffelen is alleen de president kan het doen. Geen enkele minister kan inderdaad, maar we gaan reshuffelen. Ja, niet reshuffelen. Je gaat gewoon zitten. En als je niet oppast wat jij zelf kan reshuffelen. Maar zover zijn we nog niet. Luister goed. Ja, man, Barriere. Nu, vandaag, wat dit bericht over het niet willende reshuffelen is van zeg maar vijf dagen geleden. En vandaag horen we, man, ik ga wel reshuffelen. Het is goed dat we zeggen. Chandrika Prasad Santokhi, de president, heeft sowieso wat water in de wijn moeten doen. Want anders krijgt hij de vicepresident niet zo ver dat die ineens kan zeggen van ja, ik ga die shuffelen. Nee, jij moet niets hebben gedaan. Maar goed, we gaan niet bemoeien daarmee, want we weten niet op wat er naast de tafel, onder de tafel, achter de tafel en schuins boven de tafel gebeurt. Wij kunnen alleen maar zeggen wat we zien en wat we weten. En wat we weten is dat er iets gebeurt, maar wat er is gebeurd, dat weten we niet. Dus daar praten we niet over. Maar goed, luister nou. Nu is dat andere ding aan de hand, want mijn grote vies, Ramdin van Bibis, Albert Ramdin, die heeft gezegd van luister nou, tijdens dat die reshuffle toestand had Brunswijk van de ABOP gezegd van hij had niet genoeg geld gekregen voor zijn ministers. Zijn minister, begrijp. Rustig, Vie. Devie, rustig. Voor zijn ministers. Maar ik kan u verzekeren dat alle rekeningen zijn betaald. Dat is dus bij monden van Armand Achaiber Singh. Ik kan u verzekeren, alle rekeningen zijn betaald. Maar voeg Armand eraan toe. Luister nou. Er zijn rekeningen bij die we niet betalen, omdat het daarbij niet gaat om staatsprojecten, maar om partijpolitieke projecten. Datzelfde zegt dus Albert Ramdin ook. Ik heb het net weer gelezen. Ik dacht van, amai, dat kwam door iemand. Maar zeg, betalingen moeten op de juiste manier gebeuren, zodat er transparantie ontstaat en er moet worden voorkomen dat dat imago nationaal en internationaal een financiële deuk krijgt. Punt, punt, punt. Archibuara, lieve mensen. Er is geconstateerd dat sommige activiteiten waarvoor betaling wordt gevraagd niet van de staat zijn, maar politiek. Dus man, luister nou. Ramdin, nog een keer. Hè? Hij zei, quote, unquote. De minister, Achaiber Singh, wilde het misschien niet zeggen, al dus Ramdin, maar we merken wel dat in staatsbestuur er uitgaven worden gepleegd die waarschijnlijk niet verantwoord zijn onder staatsactiviteiten. En die rekening gaat niet betaald worden. Hey. Daardoor ga je een situatie krijgen dat bepaalde diensten, bepaalde bedrijven geen diensten meer zullen verlenen voor bepaalde activiteiten. En dat zou problemen geven, ja. Maar, sorry, dat zijn geen staatsactiviteiten. Daarvoor gaat de minister van Financiën nooit een verantwoording kunnen plegen. Het gaat om activiteiten voor land en volk.
een code, RAM 10. Hè? Op nu. Als het politieke activiteiten zijn, dan moet het politiek gedragen worden. Die situaties doen zich ook voor. Ik haal dit aan, quote en quote, omdat op dit moment bedrijven zijn die niet betaald kunnen worden. En ze gaan niet betaald worden, tenzij iemand daarvoor opdraaft. Maar niet de staat. Beste vrienden, ik meld u dat u dit citaat kunt u lezen in Staarnieuws. Gaat uw gang. Lees het maar. En ik volsta met mijn bijdrage hiervoor. Ik vond het heel belangrijk om het te zeggen. Omdat er een ding aan de hand was over ik wil niet reshuffelen. En daarna onze minister krijgen niet betaald. En dan komt de aap uit de mouw. Of liever de gorilla komt uit de mouw. Doordat zowel Ramdin, minister van Bibis, als Achaiber Singh, minister van Financiën, zegt van Jereno, als dat ding niet gaat om projecten van de staat, dan gaan wij niet betalen. Beste vrienden, wat ik van u vraag. Like en subscribe. Oké? Okay? Like en subscribe. Is niet moeilijk toch? En je moet commentaar leveren toch? Die comments zijn er niet voor net. Ik liever commentaar, hoe zat van je denkie? Ja? Want meer sorry van hoe en denk je, dat oemsap ook te van je denk je. Ik wens je een hele tof weekend met mensen toe, man. Ai, hoe tikken barazaar.